Kijkers van Look TV, welkom bij deze uitzending. Een wat onrustige maandag qua weer, maar we hebben ook hoog bezoek. En misschien brengt dat ook wel rust of onrust. Mevrouw Vogelaar, de minister, is op bezoek. Maar ze heeft diverse dingen bezocht. Onder andere het puttertje van Riet Putters. Riet, goedemiddag. Hallo. Wat is het puttertje? Het puttertje is een huiskamer. Die is vandaag dus geopend door de minister. Die is voor ouderen. Die dus gewoon hier naar binnen kan komen voor een kopje koffie of een praatje. Heel laagdrempelig en is voor iedereen is welkom. Even heel de dag open, s'avonds open, s'middags open? Nou, we beginnen met vanaf 10 uur tot 2 en dan kijken hoe het gaat lopen. En het is voor mij nog ook even helemaal nieuw. Dus het moet nog, als het nodig is, doen we het langer. En ik was ook wel van plan, als het de vraag dan is, om ze bijvoorbeeld eens in de 14 dagen een koffieuurtje op zondag te doen. Want de zondagen zijn meestal het ergste voor ouderen. Vond de minister ervan? Die vond het erg leuk. Hij vond het een heel leuk project. Ze was erg te spreken over de inrichting. Ik heb erg mijn best voor gedaan. Ik heb het helemaal alleen gedaan. Dat is omdat ik dat ook zo leuk vind. En het is echt een huiskamer die je zegt van als ik naar mijn tante ga, dan ziet het er zo uit. Zo, kijk eens, we zijn in Schiewaag en ja, daar worden dingen ondertekend. Maar wethouder Haan is ook aanwezig. Hij is vanochtend met de minister wezen wandelen door Oost. Meneer Haan, goedemiddag. Goedemiddag. U bent vanochtend heel vroeg met de minister door Oost gelopen met een heel gezelschap. En dat had verder niets met Nieuwland te maken. Wat was daar de reden van? We hebben gezien dat de aanpak van de minister werkt voor Nieuwland. We hebben daar goede afspraken kunnen maken met de corporatie. Maar er zijn meer wijken in Schiedam, ook wijken waar we tegen problemen aanlopen. En in Oost is dat op dit moment voornamelijk het probleem met de tijdelijke arbeidsmigranten, de Polen. Was dat voor de minister een nieuw fenomeen of had ze dat ook in andere steden al gezien en besproken? Er zijn twee Polentoppen geweest, één in Rotterdam en één in Den Haag, waar de problematiek toch wel heel indringend op het netvlies van de verschillende deelnemers aan die toppen zijn geweest. De minister is bij beide geweest en wat mij opviel is dat ze bij die eerste Polentop in Rotterdam zei, we moeten niet alleen over de Polen praten, maar ook met de Polen. Dus toen ik haar in Den Haag weer tegenkwam, heb ik gezegd, laten we dan in Schiedam-Oost gaan kijken, als u toch in Schiedam bent, om eens met die Polen te praten over hoe zij er tegenaan kijken. Ja. Nou, zij heeft de handschoen opgepakt, maar met de Polen praten betekent dat er een vertaalslag tussen zit, neem ik aan. Ja, er was gelukkig een Poolse dame die inmiddels een goed woordje Nederlands spreekt bij. Die heeft kunnen vertalen. En de minister heeft gevraagd naar de omstandigheden waarin zij wonen, maar ook waaronder zij werken. En ik heb ook begrepen dat zij de dingen die zij vandaag gehoord heeft ook met andere ministers zal bespreken. Want minister Donner, die verantwoordelijk is voor de toestroom, voor het toestaan van arbeidsmigratie vanuit Oost-Europa. Daar moet nog een hartig woordje mee gesproken worden, want die wil de grenzen ook openzetten voor Roemenen en Bulgaren. Maar als we de problemen met de Polen al niet het hoofd kunnen bieden, dan kunnen we dat er niet bij hebben. Dus laat Donner alsjeblieft even wachten met het toelaten van Roemenen en Bulgaren, totdat we weten hoe we de problematiek die er nu al is moeten aanpakken. Dan ben ik toch benieuwd even naar de ervaringen vanuit de Polen zelf. Wat waren toch een beetje de antwoorden die zij gaven? Zij hebben aangegeven dat zij zich gedwongen zien veelal om buiten Polen aan het werk te gaan, omdat de salarissen in Polen heel erg laag zijn. Dan kunnen we daar weinig aan doen. We kunnen ze wel helpen om op een goede manier hier aan de slag te gaan. We hebben ze hard nodig. Er is een groot tekort aan laaggeschoolde arbeidskrachten. In die behoefte kunnen zij voorzien, maar dan moeten we ook wel zorgen dat zij op een goede manier gehuisvest worden en niet bij elkaar gepropt worden in pandjes in wijken waar het al moeilijk genoeg is. En ook tegen een fatsoenlijk salaris. Er zijn Polen die werken onder het minimumloon in Nederland. En de mensen die we vandaag gesproken hebben, die hadden daar niet mee te maken. Die werkten toevallig voor een uitzendbureau die het goed aanpakt. Maar ze kenden wel voorbeelden genoeg van situaties die echt bedroevend zijn. Mensen die echt ver beneden het minimumloon betaald krijgen, heel hoge huren moeten betalen, slecht gehuisvest zijn en lange dagen moeten werken. En de minister heeft toch aangegeven dat zij daaraan wil werken om de situatie voor die mensen te verbeteren. En tegelijkertijd ook iets te doen aan de overlast die bijvoorbeeld in Oost ervaren wordt. Heeft u als totaal het hele bezoek en het gesprek naar aanleiding daarvan als nuttig ervaren? Ik denk dat voor de minister het wel even nodig was. Je kunt alles op papier gemeld krijgen, maar pas als je de dingen in de praktijk ziet, met de bewoners van Oost spreekt over hoe zij de overlast ervaren, en met de Polen spreekt over hoe zij het wonen en werken in Nederland ervaren, dat dan toch even de schellen van de ogen vallen en je echt begrijpt hoe het nou in de praktijk uitpakt. Nou, dan dank ik u voor uw toelichting. Graag gedaan. Nou kijk eens, en natuurlijk mevrouw Vogelaar zelf. We zitten even rustig, want ja, na zo'n hele dag lopen is het wel vermoeiend. Mevrouw Vogelaar, welkom in Schiedam weer.
Ja, het is goed om hier weer terug te zijn. En ik ben begonnen niet in Nieuwland vanmorgen, maar in Schiedam-Oost. Dat was op verzoek van een andere wethouder in Schiedam om toch even te kijken van niet alleen Nieuwland behoeft aandacht, maar ook Schiedam-Oost behoeft aandacht. Er wonen veel Poolse werknemers, kan wel eens leiden tot overlast. U bent op die uitnodiging ingegaan. Wat heeft u gezien? Wat heeft u besproken? Nou ja, we zijn in een huis geweest waar 7 Poolse dames wonen. Nou was dat een voorbeeld van hoe het ook kan, zal ik maar zeggen. Want dat zag er echt redelijk goed uit. En die mensen woonden daar ook heel erg naar tevredenheid. Maar dat is dus een goed uitzendbureau die goede arbeidsvoorwaarden voor de mensen heeft. En ook de huisvesting op een fatsoenlijke manier regelt. Maar goed, we hoorden daar ook andere verhalen van dat er echt schandalig verdiend wordt. Aan de huisvesting met name van Poolse werknemers. En ja, dat tot heel veel overlast in de buurt aanleiding kan geven. Dus ja, dat is echt een punt waar we bovenop moeten zitten. En ik denk dat het ook vooruit het Rijk ontzettend belangrijk is om te zorgen dat we die malafide uitzendbureaus de wereld uithelpen. En te beginnen bij Nederland, zal ik maar zeggen. Ja. Eigenlijk is het zo dat de wethouders hier in Schiedam en andere steden natuurlijk zeggen van ja, dat redden wij niet alleen. Dat moet van hoger hand, vanuit de regering geregeld worden. Ik probeer het altijd heel simpel te vertalen. Betekent dat u nu een overleg gaat met uw collega Donner en dat weer gaat bespreken? Ja, zeker. Nu ik dat ook hier weer heb gezien, vind ik echt dat we nog een keer opnieuw moeten kijken. Kijk, het is al wel zo dat er certificaten zijn voor deugdelijke uitzendbureaus. Maar ja, als je het niet hebt, proberen die uitzendbureaus toch ook Poolse mensen hier naartoe te lokken, zeg maar. Nou ja, we moeten toch nog gewoon een keer opnieuw kijken van wat we daar nou aan kunnen doen om dat te voorkomen. Zoals gezegd, we troffen elkaar hier een jaar geleden in een prachtig parkje Nieuwland. Hebben we heerlijk zitten praten eventjes. U ging de wijken introduceren, het hele verhaal van we moeten de wijken opplussen. Er was toen nog een soort euforie van nou dat gaat helemaal fantastisch. En toen kwam eigenlijk het geldverhaal kwam binnen. Men had ineens zoiets van ja maar de minister gaat het toch allemaal betalen. Sindsdien is er een hoop gebeurd. Even misschien in uw eigen bewoordingen. Was dat voor u een soort teleurstelling dat er ineens zo bitter werd gereageerd van ja, maar mevrouw Vogelaar, u gaat dat toch allemaal betalen? Nee, want ik wist van tevoren dat ik het niet in mijn eentje zou gaan betalen. Maar dat echt primair door de gemeente en de woningcorporaties zou moeten gebeuren. Dat daarnaast vanuit het Rijk via al mijn collega's ook extra geld naar de gemeentes komt. Voor brede basisscholen, voor sportvoorzieningen, voor extra schuldhulpsanering. Nou, noem maar op. En nou ja, wat er dan uiteindelijk is gebeurd, dat ik nog wat extra geld bij het kabinet heb weten weg te halen. Zodat ook de laatste eindjes nog aan elkaar geknoopt kunnen worden. Nou, dat is denk ik wel ontzettend belangrijk geweest, want dat heeft de zaak toch in een stroomversnelling gebracht. Ja. Die strijd heeft zich voornamelijk afgespeeld tussen de gemeentes en de wooncorporaties. Ja, u zit dan als derde een beetje toch toe te kijken hoe zij uit die strijd komen. Wat is landelijk een beetje de tendens geworden wat die strijd betreft? Iedereen is er uitgekomen. Soms ging het in de ene gemeente wat sneller dan in de andere. Maar donderdag onderteken ik de laatste afspraken met de gemeentes. En is het dus voor alle 40 wijken geregeld. En nou, u hoort het hier ook. Fors wat extra geld. 75 miljoen hier in Nieuwland de komende 10 jaar extra investeren. Van de woningcorporatie en de gemeente. En dan komt daar dus van mij nog iets extra's bij. Dus nou ja, het gaat ook echt om grote bedragen waar we het met elkaar over hebben. En ja, het is niet zo gek dat daar dan ook even stevig over onderhandeld wordt, denk ik. Ja. U heeft vanochtend ook een gesprek gehad met mevrouw Van Dreven van die woningcorporatie, van WoonPlus. Ik kan me toch voorstellen dat ze zegt, nou mevrouw Vogelaar, dat is wel prettig. U vraagt aan mij een hoop geld en dat gaan we uitgeven. Gaat dat zo in zo'n gesprek of is dat allemaal heel formeel en heel zakelijk? Nee, we hebben elkaar al een aantal keer gesproken over ook wat er in Schiedam moet gebeuren. Dus we kennen elkaar zo langzamerhand wel en dan bouw je ook een verstandhouding met elkaar op. En ik vind echt dat de woningcorporatie hier fantastische dingen doet. Ze hebben bijvoorbeeld ook weer even verteld over het project wat ze doen. Ze hebben nu 5 jongeren ja, die gewoon afgehaakt zijn in het onderwijs. Die zij dus mogelijkheid geven om complexbeheerder te worden bij WoonPlus. En tegelijkertijd een opleiding te krijgen waarmee ze misschien een hele andere
andere kant op gaan. Nou, dat is dus ook naast gewoon het zorgen voor de leefbaarheid in de wijk en de goede woningen. Fantastisch dat een woningcorporatie zich ook verantwoordelijk voelt voor dit soort dingen oppakken. En dus jongeren in de wijk die de mist in dreigen te gaan een kans geven om de aansluiting bij de arbeidsmarkt te vinden. Een jaar geleden toen we elkaar spraken, toen vroeg ik aan u ook van dit is niet eventjes iets wat je een jaar in werking zet en waarvan je dan een jaar overal de linten gaat doorknippen. Toen zei u zelf ook van ja, dit is een lange adem verhaal, dit behoeft heel veel tijd. Nu zijn we een jaar verder. Als minister kan ik me toch voorstellen dat je een bepaalde inschatting maakt wanneer je iets gerealiseerd wilt hebben. Zit u op schema, om het maar eenvoudig te vragen? Nou, het afsluiten van die afspraken tussen gemeente en woningcorporatie en vervolgens tussen het Rijk en de gemeente heeft langer geduurd dan ik gewild had. Maar ik denk zelf dat die extra tijd die dit heeft gekost, dat we die de komende jaren terug gaan verdienen. Kijk, het is nog nooit zo geweest dat gemeentes en corporaties echt één agenda hebben waarin men met elkaar overeenstemming heeft wat er zowel aan de kant van de stenen als geïnvesteerd moet worden ook in de kant van de bewoners. We hoorden het net de wethouder hier ook zeggen. Het is voor het eerst dat allerlei organisaties die hier in de wijk werken met elkaar om tafel hebben gezeten überhaupt. Met elkaar te praten over waar ben jij mee bezig, wat doe ik. Ja, dat soort dingen. Dat is zo belangrijk om echt een aantal stappen vooruit te kunnen maken de komende jaren. Dus ja, een beetje de wet van de rem en de voorsprong, maar dan andersom. Hè. Je hebt even extra veel tijd nodig gehad en dat verdienen we terug. Ten slotte de laatste vraag, want u moet ook nog even gezellig met de bewoners praten. U brengt zelf tenslotte ook nog wat geld mee, wat centjes. Is een deel van dat geld ook toch bedoeld voor Schiedam-Oost? Of is dat een verhaal wat misschien later komt? Nee, wat nu aan de orde is, is geld specifiek voor Nieuwland. Maar daarnaast zijn er ook extra gelden die apart gezet zijn omdat de bewoners die uit mogen geven. Daarvan kan een deel ook naar Schiedam-Oost. Dat hoeft niet alleen in Nieuwland, dat moet de gemeente hier zelf beslissen. Kan ze met de bewoners afspraak over maken. Daarnaast is nog aan de orde dat ik naast het geld voor de 40 wijken ook nog een budget van 2 keer 30 miljoen heb de komende jaren voor wijken die ja, waar het ook niet goed mee gaat. En nou ja, daar zal gekeken moeten worden of Schiedam-Oost daar wel of niet een beroep op kan doen. De Kamer heeft dat een beetje aan banden gelegd. Want die heeft gezegd, we willen dat de minister in eerste instantie kijkt naar wijken in steden die niet ook een van de 40 wijken hebben. Dus wat dat betreft is Schiedam-Oost door de Kamer een beetje in de achterstand gezet. Maar helemaal uitgesloten is het niet. U vertelde net dat u volgend jaar weer terug bent. Ik stel voor dat we elkaar volgend jaar weer spreken en dan praten we even bij. Oké, afgesproken. Doe ik graag. Dank u wel. Ja, kijk, eens veel praten, maar er zijn ook veel partijen in het spel. En naast me zit mevrouw Van Dreven van WoonPlus. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u bent een heel belangrijke partner in het spel, want u werd een aantal jaren geleden verzocht om ineens zomaar even zoveel miljoen uit de kassa te trekken en dat in Nieuwland te investeren. Daar is een hoop commotie over ontstaan, want men zei van ja, leuk plan van die minister, maar laat ze het lekker zelf betalen. Dan vertaal ik het maar even in eenvoudig Schiedams voor de mensen thuis. We zijn nu een stap verder. U heeft een convenant ondertekend. U stopt veel geld in Nieuwland. De gemeente stopt veel geld in Nieuwland. De minister brengt ook nog wat mee in kleinigheid. Is het dan toch naar tevredenheid? Ja, ik denk het wel. Er gebeurde heel veel in Nieuwland. Heel veel partijen die elkaar goed kenden en samen de wijk verbeterden. En daar willen we natuurlijk graag bij aansluiten. En dat moet niet verstoord worden. En gelukkig is het ook zo gelopen dat we hebben vandaag al een heleboel initiatieven kunnen laten zien. Ook toen de handtekening van de wethouder en van Karin nog niet op papier stond, zijn we gewoon aan de slag gegaan. En dat is echt de Nieuwland-traditie zoals we hem kennen. En het is goed dat ook al die organisaties, de wethouder zei het ook in zijn toespraak, 32 organisaties elkaar op dat werkvloer, op dat straatvloer, elkaar kennen. En want daar hebben denk ik de andere wijken ook wel wat aan. Nou, over die andere wijken gesproken. Kijk, u zegt een wijk in Schiedam veel geld toe. Dan kan ik me voorstellen dat natuurlijk andere wijken zeggen, nou mevrouw Van Dreven, als u dan toch aan de kassa rammelt, dan willen wij wel graag meedoen. Is dat zo gegaan of werkt dat anders? Nou, je merkte wel, want wij hebben dit soort plannen natuurlijk ook voorgelegd aan onze belanghouders en aan de bewonersorganisaties, dat daar inderdaad van hun zijde ook best wat onbegrip is. In de zin van, ja, waarom alleen dat geld naar Nieuwland? Nu is dat gelukkig niet het geval, want je kan in Noord en je kan in Oost, Zuid en West ook zien dat daar flink geïnvesteerd wordt. Dus het is niet alleen dat al dat geld naar Nieuwland gaat, gelukkig. Maar toch
zie je dat bij bewoners toch graag, die willen graag dat wij het geld gewoon aan het wonen uitgeven. Aan hun huis, met hun woonomgeving. Dat vinden ze het allerbelangrijkste. Ja, er zijn wel eens mensen bij die zeggen, ja, uiteindelijk betalen de bewoners het een beetje zelf ook natuurlijk. Maar dat klopt natuurlijk ook. Onze inkomstenbron zijn de huren van de bewoners. En moet je dus ook heel goed luisteren naar wat die bewoners willen. En dan gaat het natuurlijk niet allemaal dat zij opkomen voor het eigen huis. Maar je moet ook opkomen voor je wijk. Maar dan nog is gewoon ongestoord wonen, zoals wij dat dan altijd noemen, natuurlijk een fantastisch recht wat je in dit land hebt. En daar moeten wij voor zorgen als corporatie. U heeft met de wethouder Groene een convenant ondertekend. Jullie gaan samen dat geld in de pot stoppen van Nieuwland. Dat betekent dat jullie wel goede afspraken moeten maken van waaraan gaan we dat geld nou eigenlijk uitgeven. Ja, want het wijkactieprogramma is veel breder dan het wonen. Daar zitten ook dingen in als schoolconcierges. Ik geloof zelfs dat het Beatrixpark er ook nog onder valt. De winkelstraat, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die niet op het werkterrein van de corporatie ligt. Maar voor zover het wonen aangaat met de woonomgeving, de binnenterreinen, maar ook de bewoners en wat er allemaal achter de voordeur is, zijn wij natuurlijk wel thuis. U bent, om tenslotte even af te ronden, vanochtend ook meegeweest in Oost. In Oost is er ook een bezoek. Nou, daar staan ook huizen van uw corporatie in Oost. Oost is natuurlijk ook de wijk waar aandacht voor gevraagd is. Regeren is vooruitzien, dat doet u zeker met uw bedrijf. Is Oost dan toch een beetje de volgende wijk waar volle kracht vooruit gaat? Nou, ik gaf net al aan dat we eigenlijk in alle delen van de stad bezig zijn. En ook in Oost zijn we ook plannen aan het maken. Oost is alleen wat ingewikkelder omdat het niet aan één gesloten woonplusbezit is. Het is een blokje hier en een blokje van particulieren en de Lidl. Dus het is best een lastige wijk om plannen voor te maken. Maar als je dan weet wat je wil, dan kan je ook gewoon beginnen. En dat gaan we ook zeker in Oost doen. Na alle commotie, alle ruzies, alle achter de schermen strijden die geleverd hebben. Zegt u oprecht, ik ben tevreden zoals het is gegaan nu? Nou, we hebben geen ruzie gemaakt. Het was wel lang en soms zwaar onderhandelen, maar we hebben geen ruzie gemaakt. En we hebben op een gegeven moment ook gezegd, letterlijk, we zijn op elkaar aangewezen, we sluiten ons op in een hok en we gaan net zo lang praten tot we eruit zijn. En dat moet je dan op een gegeven moment hebben, die druk om er per se uit te willen komen voor je gemeente en voor onze wijken en onze huurders. Over 10 jaar wordt Nieuwland in ieder geval een pracht van een wijk. Is het al aan het worden? Ik vind Nieuwland nu echt, en we hebben vandaag zo mooi gezien, het is een prachtwijk. Dank u wel. Alsjeblieft. Zo kijken ze verronden af met wethouder Groene. Iedereen is al bijna naar huis. Het licht gaat bijna uit. Maar wethouder Groene houdt stand en zit aan de bar. Goedemiddag. Goedemiddag. U was er net 15 minuten erg zwaar in gesprek. Afrondend met mevrouw Vogelaar. En toen stond ik te kijken. En toen dacht ik, nou dat gesprek zou ik nou graag willen horen. Wat heeft u toch nog even besproken? Nou, we hebben besproken hoe we de komende fase ingaan. We weten allemaal dat het in Schiedam echt wel even wat zweetdruppeltjes heeft gekost. Voordat we eerst een overeenkomst tussen de corporatie WoonPlus en de gemeente hadden. En volgens het charter met de minister. En dat is over heel serieuze zaken gegaan. Net zoals je kan zien dat in Den Haag op het landelijk niveau natuurlijk ook behoorlijk discussies gevoerd over de hele wijkaanpak. Even heel kort en krachtig geformuleerd. De minister die stelde voor om de wijk op te knappen en dat moest de gemeente en de wooncorporaties moesten dat betalen. Nou, dat is een hoop commotie geworden. Heeft u de indruk dat mensen het nu begrijpen of denkt u dat er toch nog wel mensen zijn die zeggen, want het blijft toch een rare zaak? Nou, kijk, het is sowieso een hele ingewikkelde constructie. En volgens mij kan je echt zeggen dat minister Vogelaar vanuit haar rol altijd haar best heeft gedaan om voor de 40 wijken die zij uitkozen, Nieuwland is een van die 40, om daar het beste van te maken. Maar ik heb wel eens gedacht van had niet voordat het kabinet was aangetreden dat bij de kabinetsformatie al beter geregeld kunnen worden. Maar ja, dat is achteraf praten. Het kabinet zit er nu al ruim een jaar en minister Vogelaar ook. En ik denk dat zij binnen haar mogelijkheden gewoon echt haar best heeft gedaan. Zij heeft gezegd van nou, ik acht corporaties in staat om een behoorlijk deel bij te dragen. En dat heeft ze niet zomaar als ideetje hup gelanceerd. Maar dat is echt op basis van financiële analyses. En dan zegt WoonPlus van ja, maar pas op, we hebben ook nog in andere Schiedamse wijken bezit. Dat is waar. Maar ik heb er echt geen twijfel over dat WoonPlus ook goed in staat zal zijn om ook in andere wijken haar verantwoordelijkheid te nemen. De gemeente, die heeft ook een heel flinke duit in het zakje gedaan. Overigens ook een periode van 10 jaar. En voor een deel is dat gewoon eigen gemeentegeld. Hè, want wij hebben als college van Schiedam 2 jaar geleden al gezegd van wij willen meer investeren in de wijken. En bovendien is bij het aantreden van het kabinet, en dat is alweer een tijdje geleden, heeft het kabinet ook gezegd van
wij gaan ervoor zorgen dat gemeenten met wijken zoals Nieuwland ook meer geld krijgen. En dan moet dat daar uiteindelijk wel terechtkomen. Ja. Schiedam-Oost, daar is vanochtend aandacht op allerlei gebied voor gevraagd. Heeft u de indruk dat er, zoals toegezegd door de minister, dat er toch nu eindelijk ook wat geld vanuit het Rijk naar Oost extra gaat? Er komt wat extra geld, maar wat mij betreft zou het toch net iets meer moeten zijn dan wat ik vandaag heb gehoord. Het is heel goed dat de minister, die heeft een optelsommetje gemaakt en gezegd, naast de 44 miljoen die WoonPlus in Nieuwland steekt, zal ik, minister, voor een aantal jaren 4,5 miljoen naar Schiedam sturen. Voor een deel moet dat naar Nieuwland gaan, maar voor een ander deel naar de rest van de stad. En ja, dan staat Oost echt bovenaan het gemeentelijk lijstje om daar dan een deel naartoe te sluizen. Wethouder, we gaan het afronden. Goede dag geweest? Wat mij betreft was het een uitstekende dag. We hebben nu een paar goede afspraken gemaakt. We hebben ook veel projecten in de wijk gezien waar je verbetering ziet. En de minister was ook niet kinderachtig om af en toe aan de ene keer aan mevrouw Van Dreven en de andere keer aan mij te vragen van directeur of wethouder. Kom op, kan dat niet wat sneller? En nou, zo hoort dat dan. En ik hoop dat als de minister volgend jaar weer naar Nieuwland komt, dat het dan weer een stukje beter zal zijn.